Misschien, als de beperkingen steeds meer worden, is het beter om te sluiten. Want het is gewoon niet rendabel te maken. Wonderland Kalkar, een pretpark over de grens bij Serenberg, vreest de uitwerking van de nieuwe coronamaatregelen in Noord-Rijn-Westfalen. Nederland is sinds zondag een hoog risicogebied voor Duitsland, terwijl maandag de 2G-controleregel in de recreatieve sector is ingegaan. Voor ons als Duits bedrijf zo dicht aan de grens, die zo afhankelijk is van de Nederlandse gast, ja, zou ik haast willen zeggen, is het heel erg, wordt het een heel groot probleem. U kunt zich voorstellen, de gasten die wij hebben met de kerstdagen, is 80% zijn Nederlanders. Het kleine grensverkeer, zoals om te tanken en boodschappen te doen, blijft mogelijk met een coronabewijs. Voor het pretparken geldt dat er een 2G-verplichting is, terwijl bezoekers die langer dan 24 uur in Duitsland verblijven zich moeten registreren. Na bekendmaking van de maatregelen stroomden de annuleringen volgens Groot Obbink binnen. Mensen die zeggen af, ze hebben angst. Ja, mogen we nog wel komen? Mag het nog wel? Hoewel het mag, en we weten hoeveel mensen er ingeënt zijn. Maar men moet zich even aanmelden. Het kan, het mag allemaal, dus kom ook. Maar ja, ik begrijp ook dat de mensen een beetje bang ervoor zijn. Manager Groot Obbink vraagt zich af in hoeverre het rendabel is om open te blijven. Wij moeten hier grote hoeveelheden mensen hebben. En als er niet genoeg mensen komen, is het beter om te sluiten als open te blijven. Maar ik hoop dat de bezoekers het accepteren, deze 2G-regeling. En dat de bezoekers zullen komen. En dat het alles een beetje bij de sissen zal aflopen, eerlijk gezegd. Vanaf donderdag is er bij Wonderland Kalkar, net als vorig jaar, een winterse drive-thru. De manager hoopt dat de Nederlanders zich niet laten tegenhouden. De mensen die met hun auto komen en deze drive-in willen bezoeken, is het in principe geen probleem. Dat kan allemaal. Alleen men zal zich even moeten aanmelden. Maar we weten ook, alles wat met aanmelden te doen heeft, vinden mensen weer lastig. Hoewel het niet gecontroleerd zal worden aan de grens. Het wordt incidenteel gecontroleerd, niet continu. Maar we moeten het afwachten. Ik heb geen flauw idee. Ik vind het poppenkast, zeg ik wel eens allemaal een beetje. Maar we moeten het gewoon even afwachten wat er gebeurt.